iedereen er klaar voor is, dan is het de hoogste tijd voor een lekker potje voetbal. Ja toch? Hoewel. Andere sorry, maar hij belt pijn. Hè? Dat is wel leuk hoor. Ja, vond ik ook. Hey, Nicky, die hoek. Ja, die laat ik alleen. Ja, schiet maar. Ik doe er niks aan. Echt. Ga je gang. Nou, hè? Doe ik wel eens iets wat ik niet beloof of andersom? Zie je na afloop, Nick. Harm van Veldhoven, heb jij nog afscheid genomen van Gerard Meijer? Heb je dat nog op de een of andere manier gedaan? Nou, ik heb klootzak gezegd. Harm van Veldhoven heeft klootzak gezegd. Heeft iemand trouwens mijn tatoeage gezien? Louis, misschien heb jij eens een tatoeage gezien? Daar ga ik dus ook niet op in. Oh, jammer nou. Normaal heb je overal commentaar op. Ik begrijp het gewoon niet. Het is niet Joost. Nee, dat was dus van Wolleswinkel. En dit is Soltani die op het haar van Davids gaat staan. En dat is absoluut niet Joost Vormen. Nee, dat zeg ik dus net. Dat was dus Soltani. En dit is dus... is Joost Vormen niet. Nee, dat is die Dali met Verbeek. Ik word er helemaal moe van. Dat is nou de verkeerde agressie. Ja, dan kom jij er ook nog even tussendoor. Ik zit van Steen allerlei dingen uit te leggen. Wel een mooie goal. Zeg Louis, heb je vanochtend nog pindakaas op brood gehad? Of Shep? Dat ga ik jou niet vertellen. Nou, hagelslag? Bastardzaak? Ik ga dat jou niet vertellen. Nou ja, het is toch een gewone vraag. Andries wil het ook weten. Ik kan toch gewoon vertellen wat er op... Ik ga dat jou niet vertellen. Nou, is het zo'n geheim? Maar had je gewoon pap dan? Havermoutpap? Was het havermoutpap? Dan snel over naar het avondje dak. Dat staat voor passie, hartstocht, strijd, etcetera. Ja, ook zo genoten van de zwalbe van de moesje. Ja, die wil ik wel graag zien. Geen probleem, hier is hij nog een keer in de sneeuw. Kijk, hij tikt de bal wel langs, maar door wie wordt hij nou aangeraakt? Door helemaal niemand, toch? Frank zegt, trainer, ik ben toch niet zo dom dat ik bij 2-0 nog een kaart op ga lopen? Jeetje. Dit is echt een penalty. En ik geloof Frank. Nou, kijk dan nog even één keer. En kijk dan Frank nog een keer in de poppetjes van zijn ogen. Want nu gaat hij pas liggen. Wat vind je ervan, Louis? Niets. Oh, Jason Oost mist van dichtbij. En dat is absoluut niet Joost Vormen. Nee, het is winter niet! Het was vooral heel erg koud en wat doe je dan? Dan kleed je je warm aan. Dan kleed je je warm aan, zei ik. Zo ja. Sommige spelers weten heel beleefd te protesteren. Bijvoorbeeld Braafheid. Nee, ik raak hem niet eens! Hier zit je echt van. Hij doet dus zijn naam inderdaad Era. Maar Hofs is wat feller. Oh, wat Nicky! Is er niet hoe lang het al is of niet dan? Deze overtreding is trouwens onaangekondigd en blijft onbestraft. Aandacht nu voor het goede spel van Oleguer. Die er lustig op losstrooit met goede pases. Ja, is dit suggestief of zijn dit de keiharde feiten? Een beetje ertussenin. Maar feit blijft dat hij uiteindelijk beloond wordt met een publiekswissel. En NAC ging met 3-0 over de knie. En toen kreeg Jannik de Wit in de tweede helft een rode kaart. Dus was het weer een evenwicht geweest. Hè? Toen kregen we nog kansen en zo. Ja, ja. En, toen kreeg ik een kans maakt in de goal. Nee. Hey, Avalai, gezellig dat je even langskomt. Ja, je moet zo nu en dan eens een bal het stadion uit durven schieten. Dat is een gevleugelde uitspraak in het voetbal. Alleen Boet Silberbouwert met een 1-0 achterstand. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Al kan John van Loenen wel om lachen, toch John? Of niet? Louis ja. Niet zeker, hè? Louis! Nee. Juist. En dus, Berg. Gaan we die halen, Marco? Tuurlijk. Dat lijkt me een uitstekend idee. Als hij maar duur genoeg is. Tja, overigens, Berg zit in een dalletje. Vergeef me deze flauwe woordspeling. Maar we konden hem niet laten. Succes ook voor Lamarck Loos, want hij heeft net op tijd een uitstekende smoes bedacht voor deze overtreding op Poepon. Volgens mij blijf ik achter zijn sok haken of zo. Het is totaal niet bewust om die jongen een schop te geven. Nee. Of om hem uit de wedstrijd te schoppen. Wel, nee. 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 Je ziet dat ik de bedoeling heb om ervoor te komen en hij zit er goed voor. Doelman Verhoeven van Volendam is begonnen aan een stevige warming-up voor de wedstrijd tegen Sparta. Oh ja. Ah, beetje flauw. Konden het niet laten. Ik begrijp het gewoon niet. Dit is niet Joost. Ik dacht dat ik van jou was. Nou, maar dit is volgens mij wel Joost Volber. Het is niet Joost Volber. Ja, dit was dus wel Joost Volber. En dit was ook Joost Volber. En dit was ook Joost Volber. Dag Joost Volber. Is het nou duidelijk, Henk, of niet? Dit is Joost Volber niet. Nee, en er is ook geen kredietcrisis.
Wie weg wil lopen is Amrabat, maar hij komt niet weg. John de Wolf, hoe komt dat? Niet iedereen moet hoeven aan die lolly te likken voorin. Nee, precies. En nu worden jullie toch zeker wel kampioen, Louis? Dat roep jij toch al de hele tijd? Of niet soms? Louis? Oh, ik zeg het al 3 jaar. Ja? Ik heb brieven geschreven naar de KNVB. Dan ben je de lul. Thuis word ik gelukkig niet voor lul uitgemaakt en dat is voor mij veel belangrijker. 4-5 die denken van wat een klootzak, dit en dat. Moeten we verder en niet zo'n lullenweek als vorige week. En ik ben fucking boos. Godverdomme, waar zit ik hier überhaupt? En daarom was ik een beetje geïrriteerd. Scheidsrechter van Egmond heeft het niet makkelijk. De scrimmage tussen Groningen-spelers en Willem II-spelers. Let op de boesje. Hens! 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 Hens van de boesje! En wat doet van Egmond? Egmond legt hem er niet binnen. Hij legt hem niet buiten. Egmond denkt, weet je wat? Ik ga lekker voor de tegenpartij fluiten. Zijn we van alles af. Nou, het is weer fantastisch van je. Ja, vond ik ook. Ja, sorry Jason, het is echt de laatste keer. Ondertussen is Verhoeven nog steeds druk bezig met zijn warming-up. En bij Feyenoord hebben ze zoveel blessures dat ze nu al een beroep moeten doen op Verhoeven junior. Mag ik uw aandacht voor het volgende? Louis van Gaal. Met een indrukwekkende dans. Let op de mimiek. Let op het ritme. Let op de kracht. En let vooral ook op de muziek die een en ander prachtig doet begeleiden. Vindt u ervan? Oh. Mevrouw, kunt even opzij gaan. Juist, al het moois. Tot volgende week. Wegwezen! Ik wil even mijn andere affaire met je bespreken, Dwight. Want het schijnt dat jij achter de rug van Jan Reker te hebben gestaan en je tong te hebben uitgestoken. Zo met Jan zo te hebben gedaan. Ja, daar wou ik het dus ook bij laten. Ja, dat klopt. Ja, ja hè? Ja, dat heb je wel gedaan. Maar het schijnt dat je dat niet 1 keer, maar zelfs 2 of 3 keer hebt gedaan. En dan wel 3 keer zo heb gedaan. Daar geef ik verder geen commentaar op. Ik heb het bij een eenmalige verklaring gelaten en daar hou ik het ook bij. Ja, dat zal wel. Maar het schijnt dus dat je dat misschien wel 4, 5 keer en hardlachend hebt gaan zo met je hand zo. Nee, eenmalig is eenmalig en het is klaar. Afgelopen. Ja, nou het schijnt toch echt niet zo te zijn geweest. Ik krijg een sms'je, zal mijn moeder wel zijn op moederdag. Het lijkt me dat jij dan dus andersom je moeder belt. Ja, maar heel leuk, maar dat klopt dus helemaal geen zaak van. Meneer Bel, je staat er eigenlijk in het sms'je. En dan toch nog naschieten. Deze had er nog in gemoeten, of niet, Foukeboy? Nou, wat is dat nou weer voor vraag? Is toch gewoon een journalistiek juiste vraag. Kijk, ik vraag gewoon, Tommetje Kaluwe gaat er hier mooi langs en dan moet deze erin. Dat is toch een normale vraag? Ja, dus vind ik een belachelijke vraag, meen ik echt. Heb ik nog nooit gehoord. Hij kan niet alleen fluiten, maar hij kan ook fantastisch trappen. Hoewel, de bal niet altijd landt waar hij wil. Rolf Luigen. Ik heb er 1 woord voor en dat is gewoon schandalig. Daarom zeg ik weer schandalig. Blijf ik weer bij schandalig. 3. Ja, daarom zeg ik schandalig. 4. Gewoon schandalig. Klaar. 5. Meer niet. Met alle respect is het weer schandalig. 6. Ik heb er ook geen woorden voor. 7. Heb je enig idee hoeveel keer je nou schandalig gezegd hebt? Ja, ik mag jou heel graag, maar ik vind een... Schandalig? Een stomme vraag. Oh. Ik vind het ongelofelijk deze vraag, meen ik echt. Daar kan ik me echt over opwinden. Vind ik echt niet normaal meer. En we hadden beloofd deze nooit meer te laten zien. Sorry Jason, maar we hebben voor deze week echt een enorme aanleiding, want hier gaat Oost alleen op doelman Timmer af. Oh. Ricky van den Berg die hier als aangeschoten wild naar de grond gaat. En bijzonder pijnlijk getroffen op de grond blijft zitten. Vervolgens dan toch maar weer opstaat. En eens even kijkt of er misschien toch nog wat te halen valt. En daar is Van den Berg wonderbaarlijk genezen. Juichen, juichen. Maar ik was toch geblesseerd. Oh ja. Ja, dames, heeft u de bingo-kaarten bij de hand? Want hier komt de laatste getal. 36, 36! Ja, ik zie daar een valse bingo. Ja, maar dat zie je de ongedwongenheid van Wijndalem en ook de nog niet de ervaring van Kajese. Ondanks dat hij het gewoon heel goed doet tegen Wijndalem. Tijd voor een biertje, Jacob Pilsje, Dwight. Nou, ik niet hoor. Nee. Sommige spelers doen er alles aan om op het scorebord te komen. Bij deze gelukt. En onheil in Almelo, leidt dat tot gevaarlijke situaties? Hallo B2 op de tribune, AZ is kampioen. Ja. Hij heeft meer tijd tegenwoordig, iets meer tijd. En daarom hebben we een hele lange ingestuurd gekregen van de heer A. Jonker uit Tilburg. Over Feyenoord. Feyenoord winnen, dat is een illusius. Het beloofde Hofland laat nog even op zich wachten. Dit is echt bizarzwaar slecht. Voorlopig nog even water bij de Wijnaldum doen. Sorry, het is niet anders. Ze krijgen de zaakjes heus wel voor Mekai. Alles komt gunnen. We maken er iets mols van. Maar dat is voorlopig ver te zoeken. We zitten nog even in een tiendali. En misschien moeten we met z'n allen het doel maar dicht timmeren. Hartelijk dank meneer A. Jonker uit Tilburg. We komen hier
niet meer bij. En wat fijn dat u meer tijd heeft voor deze grappen. Blijf ze insturen.